Psalm 2 begint zo. Waartoe leidt het woeden van de volken? Het rumoer van de naties? Tot niets, zegt de psalmdichter. De koningen van de aarde komen in verzet. De heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde, die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hem. Tegen het einde van de middeleeuwen ontstond in de kerk de gewoonte om op paasmorgen de preek te openen met de paaslach. Dat heette de Risus Paschalis. Gewoonlijk werd in de kerk in het Latijn gezongen en gepreekt, maar op paasmorgen ging de priester tussen de gelovigen staan en vertelde in hun eigen taal enkele paasmoppen. God had immers de duivel voor de gek gehouden door Jezus uit de dood te doen opstaan. Dat God de duivel in de val had laten lopen, hadden vroege theologen als Augustinus en Johannes Chrysostomus al gezegd. De duivel probeerde de poorten van het dodenrijk gesloten te houden, maar Jezus was niet tegen te houden. Zegevierend trad hij het dodenrijk binnen en de duivel had het nakijken. Daarom mocht op paasmorgen hardop gelachen worden in de kerk. Lachen en Pasen horen bij elkaar. Want duisternis, dood en kwaad hebben niet het laatste woord. Pasen is niet alleen het feest van de opgewekte Christus, maar ook van opgewekte christenen. Het Griekse woord voor genade, charis, ligt heel dicht bij het woord chara. Het betekent dat je plezier hebt. Genade blijkt ook alles met humor te maken te hebben, want het Hebreeuwse woord voor genade is gen. En dat ligt aan de wortel van het Nederlandse woordje gein. Gein is geen flauwekul, maar een beleving van intense vreugde over een nieuwe toekomst die zich voor je opent. Omdat Jezus de dood heeft overwonnen, kunnen we weer lachen. Waar de weg scheen dood te lopen, is opeens een nieuw begin mogelijk. Dat is genade. Dat is gein.